Ik denk dat Nick zo met 3 minuutjes thuis is. En dan doe ik gewoon net alsof ik heel erg druk bezig ben. Kijk, zie je wel. Daarom ben je zo blij. Ja. Oh nee. You see trouble when you walk dead. Shame on me now. 1, 2, 3. Ik heb een habit om alles te delen. Zo. Is er geen porum? Nou. Had ik nou een sleutel? Ik heb de deur al dichtgetrokken. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik heb het echt... Ik zit er niet uit, by the way. Ik zit helemaal onder en ik weet niet meer wat ik er tegen moet doen. Gewoon, ik ben helemaal gestrest ervan. I don't like it at all. Maar ik ga nu even mensen naar school snel brengen. Ik heb toch maar even snel mijn haar een beetje met de steltang gedaan. Maar het ziet er niet uit. Hey, wat doe je? Ik ga fietsen. Café, natuurlijk. Nee, we gaan niet fietsen. We gaan met de auto. Mama gaat niet fietsen nu. Zo, ik zit nu in de auto om Memphis naar school te brengen. Ik weet trouwens al waardoor ik zo onder zit. Ik ben voor het eerst weer ongesteld geworden sinds dat was gebeurd. Waarvan jullie weten wat er was gebeurd? Dan kan ik jou neerzetten. En opgezwollen buik en noem het maar op. En uitslag. En... Ja, het lijkt wel alsof deze ongesteld het heftiger is dan andere. Ik heb 11 april controles volgende week. En dan vraag ik het wel even hoe dat precies zit. Maar echt, oh, ik lijk wel een krentenbol. Een krentenbol. Maar ja, je moet het maar even mee doen. Ik ga daar ook wel even weer mezelf fatsoeneren. Oh, het is midden april, you guys. En het is nog steeds koud. Hoe kan dat nou? Ik had mijn moeder vanochtend aan de telefoon. Die zei, ik heb echt zo'n zin om gewoon een weekje ergens naartoe te gaan waar het 30 graden is. Toen dacht ik, oh, wat een goed idee. Daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Gewoon een weekje helemaal niks doen. Een weekje gewoon alleen zijn. Alleen maar boeken lezen. Love it. Opladen. Maar ja, in ieder geval dus nu ongesteld. Ik haat dat. Nee, dat snap ik. Zo, ik heb mezelf even gefatsoeneerd. Oh my god, ik ben zo slecht in foundation aanleggen. Kijk nou mijn nek en mijn gezicht. Is er geen porum? Ik kan dat echt gewoon niet. Maar ik moest dit keer echt foundation. Ik zat helemaal onder de pukkels, joh. Oké, dus ik heb net boodschappen gehaald. Gehaald, want ik had geen boodschappen meer en ik moest even weten dat ik vanavond ging eten en dat heb ik nu wel elkaar. En ik heb een shitload aan maandverband gehaald, want ik was net, ik denk 3 uurtjes weg en ik zweer het je, dat is gewoon niet normaal. Ik heb een habit om alles te delen. En heb ik er nog één van, hè. Nu zijn ze 2 plus 1, nee, 2 plus 1 gratis, 2, ja. Ga dan meer naar de Muidmeer. Oké, dit ziet er al een stuk beter uit. Ik leek net een oranje iets. Dat zou ik niet te vertellen. Wat ik altijd doe is mijn wenkbrauwen en mijn... En dit, mijn wimpers. Ja, dat is het enige wat ik eigenlijk doe. Ik ga nu even een broodje maken. En ik had nog niks gegeten, alleen 2 stukjes appel. Dus dat is echt super slecht. Ja, broodje maken. Ik had weer vegetarische dingetjes gehad voor brood. Van Garden Gourmet. Ik hoop dat ik het goed zeg. Die hebben echt lekkere dingen. Dus als je vegetarisch bent, moet even wel opletten als je veganist bent. Dat er voor sommige dingen geen ei in zitten. Maar het is zo super lekker. Met zo'n gedroogde tomaatjes. Ja, ik maak altijd van die rare combi's, maar ik vind het zo lekker. Het is weer Smoothie Dad. Het is echt een vitamine C bom. Want er zit ook mango in met sinaasappelsap. Ik kom hier net perfect. Hij is dicht. Zo, ik ben net even met Sen naar buiten geweest. Het is echt super lekker weer nu ineens. Vanochtend was het nog maar 4 graden en nu ging ik met Sen lopen. En ik had gewoon echt mega warm. Gewoon aan het zweten. Dingetje eronder. Dus dat moet ik even dan uit gaan trekken. Want ik heb het nu al echt bloedje heet. Ik heb zoiets leuks gevonden. iPad voor Alessia gekocht. Nou, dat was toen hij nog het kleine was. Maar nu doen ze er samen mee. En ik had toen ook een hoesje erbij gekomen. Die was ik heel lang kwijt. Dus ik ging net opruimen. En daar is hij weer. Zoals hij hem nu het per ongeluk laat vallen. Is het ook helemaal niet zo erg. Super schat. Audioboek luisteren. Die ik had gekocht. Primal Branding. Ik dacht dat ik een boek had besteld, maar het waren dus cd's. En hier maak ik mijn notities in. En ja, ik heb een MacBook, maar die heeft geen cd dingen. Dus ik heb deze van Alessio gejat. Nou, geleend. Gejat is ook zo ernstig. Maar die ga ik dus gebruiken om mijn cd in te doen. Dan is het alweer tijd om mijn op te halen. Dus ik ga nu eerst nog even snel een paar cd'tjes luisteren. En dan ga ik ophalen snel. Blok. Goed, ik zou dat niet doen. Nee, doe het al. Nee, ik kan niet zonder jou. Oké, ik heb echt serieus. Ik ben zo happy. Vandaar mijn uithaal. Oh. Oké, nog 1 keer, Jeno. Nee, ik kan niet zo. Die hond schrikt van mijn stem.
ga niet meer pissen. Ik ga niet meer zingen. Maar ik ben super serieus zo happy. Want het is zo'n te gek audioboek ding. Ik ben helemaal in love met het. Nick is ondertussen Memphis opgehaald. Ik had net gezegd dat ik dat zou doen. Maar... En ik heb voor mezelf lekker even wat druifjes neergezet. Kan niet, kan niet, kan niet. Voor jou is dat natuurlijk hartstikke als kattengejank, hè? Daar word je helemaal kriebelig van, dat snap ik wel. Memphis komt thuis, ze is al ook actief. Ja, inderdaad. Ga je jas ophangen? Mag ik dat? Oh, je gooit gewoon je jas neer, dat kan ook, ja. Oh, dat gooien we ook gewoon zo neer. Oh, dat kan. Als je ze zelf uitdoet, hoor. Nou. Kan je je jas ophangen? Nee. Kijk hoe vies je bent. Wat heeft hij gedaan dan? Weet ik niet. Je bent helemaal smerig. Lekker? Wil je een druifje? Nee. Kijk, lekker druifje. Trui. Ik heb een trui. Joehoe. Oh, doet ie. Kom, mama kusje. Niks aan de hand. Over. Klaar? Nog meer kusjes. Nog meer kusjes. Oh. Ja? Ja? Goed zo. Over. Aardbeidjes met bietjes. Ik denk, nou, dat is dus toch hartstikke goed. Als we dat gaan eten. Nou, ik denk dat moeders dit maar meer moet opruimen. Story of my life. Dat vindt Zeno niet leuk. Jas aandoen. Ik heb hem neergegooid. Doe maar. Doe je dingeling. Yay! Een jas dicht. Kijk, je trui, jongen. Dat ziet eruit. Maar niet uit. Fietsje, fietsje. En een sleutel. Oké, ik heb... Tot zo. Ik heb alles. Had ik nou een sleutel? Ik heb de deur al dichtgetrokken. Hé, wat ga je snel? Ga maar, naar boven. Kan je? Heb je de glijbaan? Ga maar. Moet mama beneden staan? Ja, op je billen. Kom maar. Ik dacht dat jij wel wil glijden. Nou kom dan, gaan we samen anders glijden. Wat gaan we doen? Glijden. Van de? Glijden. Glijden van de glijbaan, hè? Oké, hou je vast. Want hier gaan we. Oeh, hij gaat niet zo hard. Yay! Boom! Oké, mama komt. 1, 2, 3. Jij mag tellen. Doe maar, tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Moeder, zijn je niet zo goed voor gemaakt? Hij gaat er al bij zitten. Luister, man. Als ik jou roep, dan moet je komen. Ja? Wow, ik ben heftig buiten adem. Het is echt super lekker weer. Is dat Nick? Nee. Op je buik glijden. Ja, jat. Ja, nu ben je helemaal vies, hè? Ik ben dus net even onder de douche gegaan. Want ik was gewoon helemaal vies naar mijn speeltuin. Mijn hele kont zat onder de zand. Ik heb net even snel gekookt. Ik geloof dit echt niet. Maar ik heb dus gewoon spierpijn. Van dat even in de klimrek. Hoe dan? Serieus. Helemaal vegan proof. En hij is echt super lekker. Nou, ik heb ook geen sla in huis. Dus ik heb echt even een dilemma.
Wie zoekt, die vindt wat. Ik heb toch salade gevonden. Ook al dacht ik dat het niet zou gaan lukken. En het is me gelukt. You see trouble when you walk dead. Shame on me now. Oh, kut. En ik had zelfs nog een bosui. Heb jij gepoept? Ja. Oh, je hebt echt poep gedaan. Nee, ik denk dat Nick zo met 3 minuutjes thuis is. En dan doe ik gewoon net alsof ik heel erg druk bezig ben. En dan vraag ik of hij het wil doen. Maar hij moet er zo komen. Ik ga even bedden waar hij is trouwens. Nico. Ik noem hem altijd Nico. Dat vind ik leuk. Hallo. Hallo Nico. Hallo. Nee, ik wil gewoon weten waar je bent. Oh, ik denk jij hebt wat moois meegemaakt. Nee, jij, in die korte tijd heb ik wel iets heel moois meegemaakt, want ik heb een hele lekkere salade in elkaar geflanst. Kijk, 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 zie je wel, daarom ben je zo blij. Ja, oké, maar waar ben je? We zijn nu op de terugweg voorbij die huizen waar we net waren toen ik je belde. Even serieus? We hebben auto gewassen. Oh, je staat nog in de wasstraat? Nee, we zijn nu op de weg terug. Ik snap hem niet. Waar ben je nu dan? We staan nu waar we net stonden toen je belde, alleen aan de andere kant op de terugweg. Bij de Gamma. Oh, bij de Gamma. Oké. Okay. Hallo, papa. Hallo, Memphis. Hoe gaat ie? Ja, het gaat goed hoor. Bij jou ook. Ja. Gaat het ook goed met jou? Wat ben je aan het doen? Een worteltje is een lekkere tomaat. Heb je een tomaat? Ja, lekker tomaat. Voor ik het in de melk en de eten zo. Oh ja. Zeg maar. Oké, doei. Ja, doei. Nou. Dan moet hij nog 3 minuutjes in de poepluis zitten. Vind ik ook zo zielig. Laat maar, te ver weg. Ik doe het zelf wel. Kom schat, ga schone billies doen. Had ik een heel plan bedacht. Billies doen, even schone luier. Goedemiddag allemaal. Hebben jullie lekker, even je pak, geslapen? We gaan afspreken dat we gaan blijven liggen, oké? Oké. Je hebt stinky stanky. Voor jullie die. Ik heb afgeruimd en alles. En ik ben echt, echt kapot nu. Het is echt irritant. Mijn energie is zo snel weg, joh. Echt. Ik haal er als een stekker van. Dat is gewoon niet fijn. Maar ja. Dat deed ik helemaal niet. Ja, jij vertelt allemaal leugens hier. Fuck jou. Yes. Naar bed, zei Duimelot. Oh nee. Wat zie je nou? Hij tipt zo in mijn hand. Hoi. Kesjo. Ja. Ja. Ik ga beginnen. Op zonnige dagen gaat mijn krok. Kesjo is aan het voorlezen. Oh, en meestal gaat hij dan ook meteen slapen. Toch? Deze aannemen besloot een half jaar geleden. Je hoeft niet meteen aan de rand te zitten. Ik denk, je praat gewoon tegen me. Maar aan de stijgt. En je moet niet alleen gedoe. Papa heeft